steeds meer, steeds geavanceerder en steeds belangrijker. Ja, techniek is overal en biedt veel mogelijkheden om te vernieuwen, om oplossingen te bieden voor problemen van nu en van de toekomst en om duurzaamheid te stimuleren. En je carrièrekansen zien er goed uit. De kans op een baan is groter dan ooit, waar je ook gaat werken. Met techniek kom je verder. En wij helpen je vooruit. Hier en hier op Hogeschool Windesheim. Wij hebben maar liefst 11 technische opleidingen op hoog niveau. Welke past het best bij jou? Laten we eens gaan kijken. Wil jij de gebouwen van de toekomst ontwerpen of bouwen? Dan is bouwkunde misschien wel wat voor jou. Je werkt aan je theoretische kennis op onder andere deze vlakken. En je gaat er zelf mee aan de slag, bijvoorbeeld bij modelleren. Alle rollen die er zijn in een bouwteam, je doet er ervaring mee op, samen met je medestudenten. Zo leer je met elkaar bouwen, van A tot Z. En na deze opleiding, dan kun je aan het werk in jouw vakgebied. Dit is ruimtelijke ontwikkeling mobiliteit. In deze studie ga je aan de slag met verkeersvraagstukken. Zo, dat zijn een hoop goede vragen. Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid staan dus centraal binnen dit vakgebied. Daarom krijg je lessen over verkeersveiligheid, communicatie, doorstroming en duurzaamheid. Maar je leert ook van alles over gedragsbeïnvloeding, stedenbouw en de effecten op de leefomgeving. Jij helpt Nederland straks vooruit. Qua banen kun je ongeveer hieraan denken. Maar doorstuderen kan natuurlijk ook. Bouwen aan verbindingen in de wereld om je heen, dat doe je met civiele techniek. Als civiel ingenieur zorg je voor een prettige leefomgeving. Jij werkt aan allerlei infrastructuur. Hoe je constructies ontwerpt, berekent en realiseert. Jij weet er straks alles vanaf. Naast technische know-how leer je met nog veel meer omgaan. En dat we blijven profiteren van een goed wegennet en straks ook gewoon droge voeten houden, hebben we aan jou te danken. En jou hoor, al jouw kennis en vaardigheden kun je ook in het buitenland gewoon in de praktijk brengen. Nou, mogelijkheden genoeg. Word jij designer van jouw eigen toekomst en lijkt het je leuk om in je studie zowel creatief als technisch bezig te zijn, dan is industrieel productontwerpen iets voor jou. Of het nou gaat om meubels, e-bikes, apparatuur, verpakkingsmaterialen of koffiezetapparaten, jij gaat het maken. En daarmee zorg je ervoor dat het leven van anderen een stuk beter loopt. Je werkt aan het design, je tekent, berekent, ontwerpt, test en je verbetert. Zo zorg je er uiteindelijk voor dat er een product op de markt komt dat voldoet aan allerlei voorwaarden. Nou, mooi werk toch? Dit zie je ook echt overal terug, hè? Werktuigbouwkunde. Hier denk je mee over ontwerpen voor de machines van morgen. Hier ga je bezig met ontwerpen, onderzoeken, produceren en instand houden van mechanische installaties. Meteen vanaf het eerste jaar ga je samen met je medestudenten en studenten van andere opleidingen producten ingenieren. Samenwerking is key, net als in het werkveld. Ook kun je deze vakken verwachten. En na 4 jaar kun je al jouw skills inzetten in een uitdagende, toffe baan. Maak jij de innovaties van de toekomst mogelijk? Goed idee. Dit is engineering. In deze opleiding komen industrieel productontwerpen en werktuigbouwkunde samen hier in Almere. Bij jaar 1 kun je kiezen voor design engineering of technical engineering. Wat het beste bij jou past, je komt er vanzelf achter. Dus ook hier leer je technologie, innovatie en creativiteit samen te voegen om tot slimme technische oplossingen te komen. Ja, we zijn al behoorlijk slim bezig in Nederland, maar jij kunt het nog slimmer maken. Dit is elektrotechniek.
Op deze opleiding leer je hoe je elektrotechnische apparaten en systemen onderzoekt, ontwerpt en realiseert. Je gaat aan de slag met technische vakken, zoals meettechniek, digitale techniek, analoge techniek en netwerktheorie. Als jij enthousiast wordt van het nog slimmer maken van technologie, nou, dan moet je hier zijn. Denk bijvoorbeeld aan hardware en software in smartphones, auto's en operatierobots en bijvoorbeeld het opwekken of transporteren van energie. Ga jij straks bijdragen aan de razendsnelle ontwikkelingen in de elektrotechniek? Hou je van techniek, maar heb je ook interesse in economie? Welkom bij Technische Bedrijfskunde. Hier leer je bedrijven helpen hun resultaten te optimaliseren, nieuwe technieken toe te passen en bedrijven duurzamer te maken. Want achter deze wereld van techniek schuilt er vaak een enorme bedrijvigheid. Jij helpt bedrijven vooruit door het vertalen van data naar waardevolle informatie en krijgt mensen in beweging om processen te verbeteren. Met deze opleiding op zak ben je veel waard voor bedrijven en je kunt er dan ook allerlei kanten mee op. Ben je nieuwsgierig naar hoe het eten in de supermarkt terechtkomt, hoe online spullen zo snel bezorgd worden, of bijvoorbeeld hoe goederen vanuit Azië naar Europa worden verscheept? Kom dan eens kijken bij Logistics Engineering. In deze opleiding komen logistiek, transport, ICT en techniek allemaal samen. Je leert snel te schakelen, slim te organiseren, problemen met techniek en ICT op te lossen en je leert om alles soepel en duurzaam te laten verlopen. Want als het gaat om deze dingen ben jij straks degene die het weet en kan. Zeg, wist je dat we ook een 2-jarige HBO-opleiding hebben? Dit is Associate Degree Software Development in Almere. Ja, als het jouw doel is om slimme applicaties te bouwen en je wilt hier praktijkgericht kennis in opdoen op HBO-niveau, dan is dit dé opleiding voor jou. Heb je al een ICT-achtergrond? Dan kun je meteen hiermee aan de gang. Ben je nog niet helemaal thuis in de ICT, maar heeft het wel je interesse? Geen zorgen, in een korte bootcamp spijken we je bij. En heb je na deze opleiding de smaak echt te pakken? Nou, mooi, dan kun je bij ons doorleren voor je bachelor. Hey, en over ICT gesproken, op Windesheim hebben we ook nog HBO ICT. Ben je altijd bezig met apps, game development en opkomende technologieën? Of vind je bijvoorbeeld AI en security interessant? Deze opleiding is een flinke stap voorwaarts voor jou. Je gaat nadenken over de inzet van robots in de zorg en helpt bedrijven hun data beter te beveiligen en te gebruiken tegen cyberaanvallen. Uiteindelijk kan jij bedrijven vertellen hoe ze slimme ICT-oplossingen kunnen gebruiken en daarmee beter kunnen presteren. En dat is zeer waardevol. Dit is Techniek en ICT. En als je hiermee verder wilt, dan valt er bij Hogeschool Windesheim heel wat te kiezen. Welke studie vind jij het meest interessant? Hier kan je heel veel extra info vinden. Tot snel!